Waarom? Hybride aardappelveredeling om TPS te krijgen in plaats van knollen. Een paar voordelen. Makkelijk en snel zaad wereldwijd te versturen. Nieuwe afzetmarkten. Zaad is vaak nog gezonder als pootgoed. En de belangrijkste reden is het sneller veredelen van nieuwe rassen als de inteeltlijnen eenmaal aanwezig zijn. Grootste nadeel vind ik om knollen op te trekken uit zaad is niet eenvoudig en moet betaalbaar zijn. Hoe hybride zaad verkrijgen? Om hybride te krijgen hebben we zuivere inteeltlijnen nodig die je krijgt door zelfbestuiving. De meeste aardappelen zijn tetraploïd. Dit betekent dat alle genetische informatie er in viervoud in zit. 12 chromosomen keer 4. Hoe gaat het veredelen nu in zijn werk? Alle genen liggen op de chromosomen, hier voorgesteld als de letters A tot en met D. Maar het zijn er duizenden. Een hoofdletter voor dominant en een kleine letter voor recessief. Hier een willekeurig voorbeeld. Nu krijgen we met kruisen de geslachtscellen. De helft van de chromosomen en zijn dus diploïd. Als de bevruchting heeft plaatsgevonden, is dit weer tetraploïd. Dit alles ongecontroleerd en niet te voorspellen, met miljoenen mogelijkheden. Voor hybride veredeling zijn homozygote lijnen nodig. Tetraploïden zijn praktisch niet homozygoot te krijgen. Er zijn 18 tot 20 inkruisingen voor nodig. Daarom gebeurt het op diploïd niveau. Deze hebben 12 chromosomen keer 2. Na ongeveer 7 keer inkruisen zijn ze dan homozygoot. Hoe kan dit? Ik neem hier hoofdletter A en A als voorbeeld. Door deze in te telen ontstaat 25% hoofdletter A, hoofdletter A, 50% hoofdletter A, A en 25% AA. Volgende generatie blijven homozygoten en splitst de heterozygoot weer op. Iedere generatie halveren de heterozygoten. Tot ze bijna volledig homozygoot zijn. Beide chromosomen van deze homozygote plant zijn dan gelijk. Door deze met elkaar te kruisen is de uitkomst beter te voorspellen. De diploïden hebben nu nog minder groeikracht en moeten door veredeling naar een hoger niveau gebracht worden.
Door deze verschillende inteeltlijnen met elkaar te kruisen, krijgt men met een goede combinatie een goede hybride. Volgens de deskundigen gaat het hele veredelingsproces veel sneller. Dan moet er op grotere schaal zaad van geteeld worden. Ondanks dat hybride tomatenzaad wel 50.000 euro per kilogram opbrengt, wordt deze zaadteelt soms door mensen uitgevoerd die minder dan 3 euro per dag verdienen. Hopelijk wordt de zaadteelt van aardappelen op een mensvriendelijke manier gedaan. Van een tomatenzaadje wordt in een kas wel 200 kilogram tomaten geoogst. Van een aardappelzaadje komen 5 tot 10 knollen. Hoe moet aardappelzaad betaalbaar worden geproduceerd? En wat mag dit dan kosten? Sommigen hebben het over 25 gram aardappelzaad per hectare. 25 gram zaad is 40.000 zaden. Dit zijn 4 planten per vierkante meter. Daar komt geen opbrengst af. Ik denk dat 100 gram meer reëel is. Voor een goede opbrengst zijn 20 stengels per vierkante meter gewenst. Hier heb ik zaad uit 50 aardappelbessen van 2 planten. 6 gram zaad. Dus ongeveer 5000 zaden per plant. En reken maar uit hoeveel bessen geoogst moeten worden om een hectare vol te planten. De inteeltplanten zijn minder groeikrachtig en moeten al deze bessen produceren. De inteeltlijnen moeten sterk bloeien en bessen vormen. En bij de hybride gaat het alleen om knollen. Deze berekening van de teelt van zaden snap ik niet helemaal. Hier staat van 1 zaadje naar 5000. Als je ervan uitgaat dat het ene zaadje homozygoot is, kan je via zaad vermeerderen. Maar gebeurt dat hier ook? Of gaat deze stap vegetatief? Ik had 5000 zaden van een flinke plant. Of dit met deze zwakke ingeteelde plant ook lukt, is mij een vraag. En vervolgens naar 25 miljoen hybride zaden. Dus rechtstreeks uit 5000 zaden planten optrekken, kruisen en bessen oogsten. Ook heb je een vaderlijn nodig voor het stuifmeel. Als je dan 5000 zaden per plant oogst, vind ik het geweldig. Altijd zijn er jaren met weinig bloei. Dan het zaaien. Uit ervaring weet ik dat het rechtstreeks op de akker zaaien te risicovol is. Daarbij komt nog dat de plantjes positief reageren op verplanten. Voorzaaien in een kas is nodig. Plantjes optrekken en naar buiten uitplanten is een mogelijkheid. Of de knol optrekken in een kas of polytunnel. Hier rechtstreeks een consumptieaardappel uittelen wordt veel te kostbaar. Ook zijn er vanaf zaaien tot consumptieaardappeloogsten veel te veel groeidagen nodig. Minstens 150. Als alles meezit en de rassen goed zijn, is er mooi pootgoed oogsten.
Ik gebruik hier maar één knol per plant voor traditionele veredeling. Door ze één of meerdere keren na te telen, wordt het financieel meer aantrekkelijk. Het voordeel ten opzichte van miniknollen, stekken of pootaardappelen wordt dan steeds kleiner. Memakai sistem stek langsung ditanam ke screen. Waktu sebelum ditanam ini kita dicelupin dulu ke kroton. In de mais en suikerbieten is grote vooruitgang geboekt. Of dit ook gaat lukken met deze diploïde hybride aardappelen, zal de toekomst uitwijzen. Ik verwacht geen grote vooruitgang in de opbrengst, omdat we niet meer nutriënten mogen gebruiken en de bodem niet meer kan produceren. Wel een mooie aanvulling op markten die we nu niet kunnen leveren. Er zijn speciale bedrijven nodig om knollen uit het zaad te produceren. De teelt van zaadje tot verkoopbare knol vraagt veel specialisme en tijd. Wel een mooie manier van veredelen. Maar ik zou de zaadteelt klein houden en de meeste vermeerdering met knollen doen. Bedankt voor het kijken.